op een kans. Alleen de keeper nog voor zich. Higuain. Hij zit. Turbo spits. Vierde doelpunt, de overwinning is binnen. Ja. Oh. Het was hard schot en dan gaat hij echt half door het midden. Ja, ja, hier is Vissie weer. En dan ben ik natuurlijk hier met Remco. En ja, Remy heeft vorige keer gewonnen. 4-1, als het goed had, toch? 4-1 was goed. Dat klopt, ja. Ja, en dat betekent dat hij 1 ster naar beneden mag. En hij wil met Middlesbrough spelen. Ja, ik zie even nu jouw aanval, 92, dat is wel... Tegen jouw verdediging die 73 is. Alles kan, hè? Kijk, je moet gewoon, dan moet je meer verdedigend spelen. Ja, jij moet gewoon een andere tactiek hebben. Nou ja, we gaan het gewoon zien. Wij gaan in ieder geval over naar de wedstrijd. Ik moest wel Van Nooijen erin zetten, want ja, ik had een keeper van 70 verdediging. En Nooijen is 92. Dat, ja, een klein verschil. Klein verschilletje. Oké, nou... Ja, let's go. We hoeven natuurlijk nu geen ring te houden met hoe de echte select is. Nu kun je gewoon beste opstellingen neerzetten. Ja, beste opstellingen. Dus dat, ja, ik heb natuurlijk de nieuwe gegevens gedownload. En dan gaan automatisch... dan doen ze dat weer wel, ja. Oeh. Ik heb Fischer even ingezet. Ik zag opeens dat hij een gameface had. Dus hij speelt nu 1 jaar in Engeland en die heeft meteen een gameface. Ah, oké. Okay. Ik speel weer gewoon met 5 middenveld of zo. Dus dat vind ik niet heel fijn. Ja, we krijgen al een eerste vrije trap. Ja, die scheidsrechter is ook weer partijdig. Uitstekend. Oh! Hey! Wat een rolletje. Ah, het is wel heel scherp. Ja, had het niet verder naar links of naar rechts moeten. Nee. Hij zit er wel mooi in volgens mij. Valdez, maar is ook best een goede keeper. Ja, hij kan er nog niet bij. Hij is precies het hoekie. Maar komt hij vol op de paal, dan kan hij nooit naar binnen rollen, maar ja. Dat zie je toch, Lewandowski. Lewandowski. Nou, goed begin. Ja. Ik weet niet waarom, maar ik heb niet heel veel vertrouwen in deze wedstrijd. Nee? Waarom niet? Ik kom heel makkelijk steeds door. En ik heb Neuer natuurlijk, hè. Al maakt hij altijd een Neuertje, hè. Daarom, hier komt een Neuertje. Oh, Fiesje, waarom duurt het zo lang? Leuk hierin. Oh, ik stop erin. Gaat hij uithalen? Nee, geen corner. Ja, wel een corner. Ik heb geen Barca meer. Oh, lekker kloot achterin. Hoppakee, nog een corner. Oh, lekker gedoven. Nou. Nog een corner? Nou, echt niet hoor. Ik snap dat niet. Ik druk, als ik verdedig, ga ik toch niet naar mijn eigen doel drukken. Oh, ik hield heel eventjes in met zo'n flash shot. Is goed. En jij bent geblesseerd. Laat me liggen. Alsjeblieft, fluit af, scheid. Fluit af dat hij geblesseerd is. Je moet wisselen. Nee! Lekker keeper! 30ste minuut precies, maar ja. Ik heb 2 blessures, Thiago is ook licht geblesseerd. Zijn ze echt geblesseerd? Nee, ze kunnen nog wel door. Credo, ik ben... Loopt hij naar achter? Het is mijn spits. Waarom loopt hij naar achter? Hey, scheids. Opeens had ik zo'n elastieke benen. Oh, kut. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een... Dit moet een goal. Oh, mijn keeper is echt verschrikkelijk lekker goed. Oh, paniek. Oh! No! Je speelt met vuur, hè, weet je. Rolly ging even half de lucht in. Gaat-ie, Victor Fischer. Hij komt nu op afstand dat hij kan gaan. Oh, wat echt verschrikkelijk. Nou, dat is echt de slechtste actie ooit. Langs de zijkant, Nala. Zo, dan word ik even een postje gestuurd. Jezus. Postje al. Wat doet hij nou? Zo in de muur. Oh, dat wist ik al. Oh, oh, hallo. Oh, oh mijn hemel. Ik had de bal nog. Oh, oh nee! Oh, hallo. Kom op. Ja, waar zijn jouw vleugelspelers? Kan ik niet beter vragen. Ja. Dank je. Oh! Nou, ja, wat een bullshit. Keeper, oh, waar is de bal?
Pech. Ja! Nou, dit is echt bullshit. Ik deed niks. Ja, tuurlijk, terecht. Het is Valdes. Ik dacht dat het Alves was, want dit is natuurlijk gewoon die ex-Barcelona keeper. Ja, het is echt dikke bullshit. Heb je pijltje aanstaan? Ja. Oh my god. Echt de andere kant op gestuurd. Ah, het is iets veiligere marge ook. Ja, dit is een hele goede marge. Ik wacht er nog wel een beetje, nog de hele andere kant op. Ja, en nu? Wel vaak de aftrap, dat is wel lekker. Dat wordt een heel lastig verhaal nog. Robben. Oppassen voor geel. Kiest hij voor de voorzet? Dank je. Oh! Ook gewoon zijn reet erin douwen, dat is geen penalty. Adama. Oh! Ongelooflijk. Dat is een perfecte sliding. Dan loopt er gewoon echt niks mee. Oh! Is het zo'n dag? Ja, het is zo'n dag. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Oh, mijn hemel, het is zo traag. Oh, dat doet zo pijn ook. Ze bouwen rustig op. Oh nee, dat is fout. Oh, oh, oh! Die sliding. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Wat slecht! Ja, die gaat erin. In hangen. Ja. Nu ga ik alles op verdediging. Ja, tuurlijk. Ik wil net al op de aanval. Wie was het eigenlijk? Die drone, denk ik. Nee, ik wist het beter. Lep bitter. De afvallende bal, wat zal die keeper balen, zeg? Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Nee. Oh! Oh, wat doet hij? Oh my god! Ah, dat kost in ieder geval weer een minuut. Nou, zag je dat verwijfde wegduik voor de bal dan net. Misschien wordt de deze speler hier te veel. Valdes. Ik denk dat hij bij Middlesbrough speelde. Kan de beste overkomen. Kan snel gaan met je carrière voor Champions League winst naar het degraderen in de Premier League. Nog maar 5 minuten te gaan met misschien nog een doelpunt. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor te creëren? Oh! Er gaat alles weer mis. De druk. Hakkie. Nee! Op deze! Ik voelde hem gewoon erin gaan. Dat lekker, Noyer! Lekker met 92! Gewoon. Kijk, mijn vertraagd is de bal, hier al. Bloep! Ongelooflijk. En hier zien we dan het aantal schoten op doel. Zo zie je maar even. De kwaliteit belangrijk voor kwantiteit. Oh, hij is heel moe. Ik kan mezelf amper horen praten. Nee! Oh! Hey, scheid, weer blokkeren. Oh. Ja, terwijl je spits, die moet eigenlijk daar staan. Bij de. Ga je bij de cornervlag staan? Ik wacht ook nog extra lekker lang om. Ja, om die. Oh, dat moet af worden gestraft, maar het is te laat. Te laat in de wedstrijd. Oh mijn god, ik speel ze. Oh, gelukkig hij heeft hem dit keer. Ja, het is klaar. Hey! Oké, nou. Ja, gelijkwaardig. En 2-1 winnen. Altijd lekker. Jongens, vergeet niet een like te geven. Tot de volgende video. Bye bye, later. Later.